Het Bureau Nationale Veiligheid, BNV, heeft een afsluitingsworkshop gehouden voor het regionaal project Disposal of Mercury, waar Suriname ook aan participeert. Het regionaal project is in 2015 van start gegaan en de eerste workshop is op 20 juni 2016 gehouden. Dit project, het bergen en verwijderen van kwik, wordt uitgevoerd in Suriname, Jamaica en Trinidad. Heidi Bernstein, beleidscoördinator van het Bureau Nationale Veiligheid in Suriname, vertelt waar dit project over gaat. Het gaat over kwik. U weet, we hebben ontzettend veel kwik in ons milieu. En dat is ook in Jamaica het geval en in Trinidad. In Suriname is er wel een verschil met die twee andere landen. En dat is dat we kleinschalige goudmijnbouw hebben die enorm veel bijdraagt aan kwik in het milieu. Wat is kwik? Kwik is een zware metaal en hij is vloeibaar en zeer giftig. Hij verdampt bij kamertemperatuur en wordt met de wind meegenomen naar andere gebieden waar hij eigenlijk niet... Waar je eigenlijk geen bron hebt. Hè. Dus omdat hij vluchtig is, hij verdampt, gaat hij mee met de wind. Kwik is gevaarlijk gebleken. Een tijd geleden heeft men dus bijvoorbeeld in Japan, waar kwik werd geloosd in een baai, heeft men dus gemerkt dat de mensen ziek werden. En ze werden ongeneeslijk ziek. Bernstein zegt verder dat als kwik in het milieu belandt, je er niet meer vanaf komt. Volgens Bernstein is het ter voorkoming van kwik in het milieu wel een oplossingsmodel hiervoor. Wat kan je doen? Je kan het heel diep begraven. Toch? Dus je moet het eigenlijk in speciale containers zetten, goed afsluiten en diep begraven. Dus we hebben het project heet daarom ook het bergen en verwijderen van kwik. Mercury disposal of mercury. En de Basel Convention Regional Center heeft dus met studenten gewerkt, omdat het zoveel werk is en om het in een korte tijd te kunnen doen, heeft de Basel Convention Regional Center stagiaires aangetrokken in de verschillende landen. En in Suriname is het een dame van de universiteit geweest, milieuwetenschappen, laatstejaarsstudenten, Tiffany van Ravenswaai. Zij is dus nu aan het presenteren. En wat presenteert ze? Ze heeft namelijk met de verschillende stakeholders in het land, hier is ze in contact geweest om data te verstrekken. Heidi Bernstein, beleidscoördinator van het Bureau Nationale Veiligheid. Ze sprak tijdens de workshop Disposal of Mercury in de banquet hall van Hotel Torarica.